Welke school maakt de beste film over kinderrechten? De winnaar is gekozen in Amsterdam. Jouw film op het witte doek in een van de beroemdste bioscopen van Nederland, Tuschinski in Amsterdam. Voor klassen die de finale haalden van het Kinderrechten Filmfestival kwam die droom vandaag uit. Er waren meer dan 800 inzendingen. Als echte sterren worden de filmmakers onthaald. Met kinderchampagne, een rode loper en paparazzi. En de handjes in de lucht! Dat is natuurlijk geweldig als je dat meemaakt. Dat is echt heel bijzonder. Ik wist wel wat Tuschinski was. Maar ik had niet gedacht dat er zoveel beroemde mensen waren geweest. En voor hetzelfde geld zit je op een plek waar echt James Bond precies of heeft gezeten. Of een Madonna. Ja, dat zou wel echt gaaf zijn. Het gaat ook echt ergens over vandaag. Over kinderrechten. Dat is het onderwerp van alle films die de kinderen hebben gemaakt. Discriminatie en gelijke behandeling. Dat er eigenlijk niet gepest mag worden. En ja, sowieso dat je moet respecteren hoe diegene is. Ik droom dat iedereen op de hele wereld voldoende kleding en eten heeft. Je hebt toch wel een naam? Wat is je naam dan? Hartelijk welkom op onze school. Maar welke school maakte de beste film? De Arcade! De Arcade uit Leiden wint met een film over recht op creativiteit. Spring! 30 centimeter! Onze film gaat over een kinderrecht natuurlijk. Dat iedereen zichzelf kan zijn en iedereen moet zichzelf ook kunnen zijn. En als één iemand anders is, maakt het helemaal niet uit. Want je blijft altijd hetzelfde. Iedereen is een mens. Dat ze last krijgen van creativiteit. Dat woord willen we hier niet horen! Ja, acteren, hoe het in elkaar zat. Eigenlijk klopte gewoon alles. Dus ja, met recht de beste film. En wil je de winnende film van de Arcade helemaal zien? Dat kan op onze site en in de app.